Hi allemaal, we zijn er weer met de gloednieuwe aflevering van Q-Time. En vandaag heb ik een event planner in de studio. Vandaag ga ik praten met Rochée Cashout. What we need is a little Q-Time. Rochée Cashout is van Eva's Event Service Bureau. Nee, ik zeg het niet goed. Eva's Service Bureau. En ze organiseren evenementen. Dus ik was echt bij. Ik was echt bij. Ik was echt bij. Hoor daar ook bij. Ja. Welkom, Rochée. Dankjewel. Rochée, waarom ben je hier bij mij vandaag? In feite is het om onder andere te praten natuurlijk over Eva's Service Bureau. Ja, maar voor ook... je doorgaat, hoe gaat het met je? Oh ja, sowieso met mij gaat het goed. Dat lukt wel. En met jou? Ja, okay, dat gaat ook wel. Dat is goed. Vertel me. Yes, ik ben vandaag hier zo om te praten over Eva's Service Bureau natuurlijk en de events die we doen. En onze aankomende evenement, Krakelman Junior. Yes. Wat of wie is Eva's Service Bureau? Eva's Service Bureau, we houden in feite ons onder andere bezig met event planning. En ook natuurlijk wedding planning, maar tegelijkertijd bieden we ook de mogelijkheid aan cursisten, personen die zeggen van, hey, weet je wat, ik wil graag een huwelijk organiseren of ik wil graag huwelijken organiseren. Of een event, huisfeestje, baby shower en wat daar allemaal bij komt kijken. Dus we geven ook voor event planning en voor wedding planning cursussen. En dan ben ik een certified event planner, wedding yes, planner. Dus daar krijg je een certificaat en dan mag je echt gewoon all out gaan met je events, met je weddings. Dat als iemand naar je toe komt van, hey, mijn big day is coming, ik ga trouwen. En je zegt van, ik kan je helpen, je vriendin of een tante van je. Dat je zegt van, ik wil nu jouw wedding gaan organiseren. En dan ben je gekwalificeerd om dat te doen. Om het goed te doen. Yes. Oké, nee, dan weet ik het. Mijn vriendinnen, die zijn gewaarschuwd. Want wanneer ik straks gecertificeerd ben. Ah. Helemaal. Oké, dan. En je kan natuurlijk ook je eigen wedding organiseren wanneer de tijd daar is. Eva's event. Ja, we gaan het even. Rochée. Jullie hebben een event. Yes. De Kraka Umang Junior editie. Ja, maar. Als er een junior is, dan is er eerst ook een senior. Helemaal. Dus wat moet ik me erbij voorstellen? Okay, hoe ging het? Bij Kraka Umang, natuurlijk, het zegt het al, gewoon om de mannen te ondersteunen, is ontstaan uit het feit dat in feite er wordt weinig tot geen activiteit voor mannen gedaan. Echt strikt gefocust op mannen. Dus toen dachten wij, weet je wat, vorig jaar, zaterdag 19 november is... Dag van de man. Precies. En op dag van de man hebben wij dan besloten om een Krakuma Summit te organiseren, speciaal voor maar de mannen. Even. Mm-hmm. Er wordt Wereld WK gehouden en zo. Dat is toch echt ook voor mannen? Jullie maken de opmerking, er wordt niets voor mannen gedaan. Er zijn zoveel sportactiviteiten. Ja, maar dat we is... mannen niet mogen lastigvallen, want er is een wedstrijd. Klopt, maar vrouwen kijken ook naar voetbal. Het is niet specifiek gericht op mannen alleen. Het is een mannenaangelegenheid dat mannen het meest kijken. Maar echt gewoon voor mannen dat mannen kunnen zeggen van, hey, weet je wat, ik ga samen met me... Matthias, mijn broers, mijn neven, gewoon echt iets doen voor mannen onderling. Hé, hey, laten we praten. Al is het zo van... Want de summit was ook meer gefocust op het mentale en het emotionele van mannen. Want weet je, vroeger hoorden we altijd van, hé, hey, als man mag je niet huilen, et cetera. En dus dat was het van, weet je wat, bij die summit laten we gewoon man-to-man talks hebben. Er waren ook vrouwen afwezig, maar die mochten apart zitten, zodat ze niet horen wat, weet je, mannen onderling praten. Okay, je zegt de summit. Ik moet dan begrijpen dat... senior event was? Yes. Of wat is er bij die summit gebeurd voor we direct doorgaan naar het komende event? Bij het summit was het natuurlijk dat de mannen het leuk vonden, want het was echt de eerste keer dat ze echt man konden zijn onder mannen onderling, echt in een grote setting, want we waren bij Lara Roek. En van daaruit is ook de vraag gekomen van, hey, als we het voor mannen doen, als man zijnde, ben je eerst gewoon een jongen. En jongens, al daar ontwikkel je al de skills voor het man zijn, maar vele jongens lekken ook die skills om verantwoordelijkheden als een man te nemen. Dus toen is het ontstaan van, hey, laten we ook iets voor de jongens doen. En toen vandaar het is Kraka Umang Junior ontstaan. Oké, Kraka Umang Junior is ontstaan. Yes. Wanneer is dat? Wat gaat er gebeuren? Wie kan meedoen? Hoe? Ik wil alles weten. The whole thing. Ja. Yeah. Yes. In feite stond het gepland voor zaterdag 1 april, is sowieso geen grap. Maar het is dan op basis van de vraag, is het ook zo dus dat we zeggen van, weet je wat, in deze tijd, het is misschien zo dat voor vele jongens, voor onze doelgroep, want we focussen ons op jongens tussen 15 en 25 jaar, want je weet, dat is de age, de range, dat je zegt van, hey, ik wil nu groeien, dat je man bent, je leert je emoties te kennen en hoe ze te beheersen. Dus we hebben focussen op ons
van jongens tussen 15 en 25 jaar. En dan hebben we toen besloten van deze economische situatie kan er misschien voor zorgen dat ze niet 1, 2, 3 dat geld hebben. Oh, het is niet gratis? Nee, jammer genoeg niet. Okay. Het is niet dat je deelnaam wordt. Je moet alleen gewoon registratiekosten betalen om mee te komen. Weet je, want we gaan naar Parabello, dat is te para. Dus om het echt gewoon gezellig te maken, is er wel dat er een bijdrage aan is gekoppeld. Dus in plaats van 1 april wordt het 29 april. Oké, okay. 29 april. Ik kan maar registreren. Hoeveel kost het om het te registreren? Om te registreren, om te deel te nemen, is het SRD 500. 500 SRD, yes. Is een mooie prijs. Klopt, en het is de whole thing van transport, het eten, want mannen houden ook gewoon van eten, dus er gaat eten genoeg zijn. En verschillende one-on-one sessies, weet je, zodat jongens ook zichzelf kunnen zijn. Want mannen kunnen ook daar zo zijn dat ze zeggen van, weet je wat, ik wil ook bij de dag aanwezig zijn en mijn bijdrage leveren. Ze kunnen zelf zeggen van, aangezien het misschien jongens zijn die geen rolmodellen hebben of naar rolmodellen zoeken, kunnen mannen die deelnemen ook zeggen van, ik ga als die dag misschien als rolmodel zijn of als begeleider. Want jong kan van oud leren, oud kan van jong leren. Dus mannen zijn ook natuurlijk gewoon welkom. Oké. Even om het goed te begrijpen, want je hebt al volgens mij 2 keer gezegd van om man te zijn of wanneer ze man worden. Yes. Maar iedereen wordt gewoon, als je man bent, word je gewoon een man. Je wordt als man geboren. Hello. Dus wat gaat dit event voor deze gevoelige doelgroep zo bijzonder maken dat ze, als ze daar vandaan komen, die na 29 april denken van, oh my god, dit heb ik meegehad en dit heb ik echt nodig om mezelf beter... In feite gaat het meer om houvast skills, tools bij te leren. Van hey, hoe moet je bijvoorbeeld omgaan met je emoties? Van kijk jij aan je vriendin of je relatie verband. In plaats van je vriendin te slaan, hoe ga je ermee dealen? Ga je weglopen? Ga je er misschien van tegen te zeggen van hey, weet je wat, kijk nou. We maken steeds ruzie, maar het brengt ons nergens. En als we willen dat onze relatie verder gaat, gaan we gewoon goed met elkaar moeten communiceren. Want elkaar slaan, daarmee bereik je niks. Dus daar onder andere, maar ook gewoon in het leven van, hey, hoe ga je erom van, hoe ga je bijvoorbeeld goed solliciteren, hoe presenteer je jezelf naar buiten toe van, om de skills te krijgen dat je kan zeggen van, oké, ik heb het echt nodig om mijn verantwoordelijkheid nemen te man, als man. Het kan zijn dat je vader bent, maar ga je weglopen van je verantwoordelijkheid als vader of zeg je van, hey, het kind is er en ik neem mijn verantwoordelijkheid. Dus al die dingen is daar die voor mannen belangrijk zijn. Dat is helemaal. Precies, daarom is het speciaal voor mannen. Maar en hoe lang duurt dit event? Dus de hele dag gaan we 's morgens vroeg, of gaan jullie, want ik mag niet mee. Gaan jullie 's morgens vroeg en komen jullie in de middag laat terug? Ja, we vertrekken om 7:30. Mm-hmm. En dan zijn we rond 6:00 tijd weer zo terug. Dus we zijn de hele dag te Parabello. Oké, maar stel ik heb een broertje en hij is 13 en hij wil ook gaan. Hij mag niet. Of is hij dan een ukkie? Of gaan jullie voor die iets jongere groep ook iets organiseren? Of zijn zij dan nog niet vatbaar voor de invloeden? Ja, dat is, maar daarom hebben we ook speciaal dat we zeggen van, hey, weet je wat, we hebben ook gewoon verschillende pakketten. Dus dat als, laat zo zeggen, je broertje of dat ze vader zegt van, oké, ik wil samen met hem gaan. Want ik wil weten, hoe moet ik precies met mijn zoon die, want hij is in zijn begin tienerfase. Van, hij weet zelf tienertijd, zijn je emoties all over the place. Oh, en precies daarvoor is het dus van dat we zeggen, we hebben verschillende pakketten voor 2 personen, 3 personen, 4 personen. Wacht even, ik begrijp het niet zo goed. Je kan je registreren voor het event en tijdens het event heb je aparte pakketten? Nee, bij het registreren zijn er ook gewoon aparte pakketten dat je zegt van ik wil samen met mijn neven gaan, broers onderling, buurjongens onderling. Die ze zeggen van weet je wat, laten we gewoon als team gaan, laten we elkaar helpen. Want net als de follow-up van 29 april kan dus zijn dat je daarna zegt van oké, hoe gaan we dus nu zelf ervoor zorgen dat we elkaar scherp houden? Elkaar op onze fouten wijzen van hey, man to man, kijk je doet dit verkeerd, ik corrigeer je hierop. Of weet je nog wat we 29 hebben geleerd, let daarop. Oh, jullie gaan, als ik het goed begrijp, gewoon een nieuwe brotherhood starten van klopt, jongens, Surinaamse mannen helemaal. Die elkaar optrekken en naar hoogte houden. Positief beïnvloeden. Yes, exactly. Well, that's a very good thing to do. En ik ben heel enthousiast voor jullie. En ik hoop dat jullie een succesvol evenement kunnen... jullie gaan een succesvol evenement hebben. Say it right. Nou,
Rocher Kershout van Eva's eventbureau, of Eva's servicebureau, was hier. En ze hebben op 29 april een Kraka Umang Junior evenement. Als je 15 jaar jong bent of zelfs jonger bent, zou dat eventueel ook mogen, maar vanaf 15 jaar tot en met 25 jaar bent en een jonge man in deze Surinaamse samenleving en op zoek bent naar wat life skill tips om een betere man te zijn. Of te groeien naar de juiste man of de man die je zou moeten zijn. Ga naar dit evenement. Klap. Jullie gaan lekker buiten de stad. En de registratiekosten zijn 500 SAD en everything else is included. Dus ik zou zeggen gewoon doen. Yes. Is er nog iets dat ik heb gemist of dat je graag zou willen zeggen? Ja, dus natuurlijk, als je je afvraagt hoe moet je daar registreren, hebben we onze social media kanalen. Via Facebook zijn we te vinden op Kraka Umang. Het telefoonnummer zie je dan hier zo. En daarop kan je dan onder andere gewoon registreren. Tot wanneer kan ik me registreren? Of tot wanneer kunnen de mannen zich registreren? Tot 15 april. Tot 15 april. Yes. Maar hoe eerder, hoe beter. Want dan weet je zeker dat je erbij bent. Is er een limit? We mikken op 50 jongens. Maar hoe meer, hoe beter. Ja. Klopt. Wow. Ik denk dat het een daverend succes gaat worden. Helemaal. En een heel goed initiatief van jullie. Thank you. Nou, dankjewel voor het komen, Rocher. En alvast heel veel succes toegewenst. En ik zal het op social media volgen hoe het is gegaan voor deze jonge mannen. Ja, zo zouden we daarvan alles posten. Dat programma, wat er allemaal op die dag allemaal zal gebeuren. Dus volg onze social media kanalen. Nou. Dankjewel voor het komen. Yes. En iedereen thuis, dankjewel voor het kijken. And remember, your time and my time. It's Q time.